open the bag, open the battery case, take out the blower and twist off. Ik ben vandaag in Hoogkaterijn en ik sta in een rij hier. Want King Collie is verloren pakketjes aan het verkopen. Of retourpakketten van Amazon. En ik wil die echt wel eens scoren. Maar ik ben niet alleen. Dus ik moet opschieten met het maken van mijn video, want anders ben ik niet de eerste. Gelukkig heeft ook de Bijenkorf zijn adventskalender gereleased. Het principe is super simpel. Je gaat in de rij staan, scant de QR-code en je hebt 10 minuten om uit te zoeken en te betalen. Waar ga jij voor? Wat is jouw strategie vandaag? Nou, eigenlijk alles wat gewoon niet zacht is, dat ga ik hebben. Nice. Als het zacht is, is gewoon kleding en waarschijnlijk troep, AliExpress kleding misschien. Ja. Hoeft te klein, je bent heel lang. Precies. Even voor de beeldvorming, ga even naast Mink staan. Ja. En jij, hoe ga jij het aanpakken? Dat weet ik nog niet. Ik heb geen strategie. Ja, mijn eigen strategische keuze is alleen dat ik dit heb meegenomen. Want ik weet wel wie er alles moet gaan dragen. Oké, we hebben daar dus 10 minuten de tijd om pakketjes uit te zoeken. Er zijn gewone pakketjes voor 1,99 per 100 gram of Amazon pakketjes. Ik wil eigenlijk alleen maar Amazon pakketjes. Maar goed, we gaan zien. Of dat het wat is. Ik heb ook verder een nul strategie, dus kijk, ik ga hier. Oeh. Ja, je bent in mijn vijver aan het vissen. Even schudden. Ja, dit is echt duidelijk kleding. Ik weet echt niet waar ik op moet letten. Dit is heel klein. Dat past wel in jouw tas. Duitsland. Nee. Dat wil ik niet. Dit wil ik ook niet. Ik probeer toch een beetje te gokken wat erin zit, hè? Het voelt een beetje raar. Dat ga ik niet meenemen. Dit is wel een leuk doosje. Dit vind ik wel een leuk doosje. Kijk. Waar zijn mijn rutgen ogen? Ik weet niet hoe ik nou moet beslissen wat ik neem. Gewoon, op de gok. Wat hebben we hier nog? Klein doosje. Oeh, die is heel zwaar. Nee, daar ga ik niet meenemen. Veel te duur. Oké, ik heb 2 van deze en hier zitten ook nog 2 in. Maar hier zit ook een hele zware bij, dus misschien moet ik daar 1000 euro afrekenen. Oh, 10 minuten zijn al op. Ah, crisis. Ik hoop zo ontzettend dat wat ik nou in mijn handen heb dat dat 50 euro is, maar ik denk het niet. En aan de beurt. Oh, here we go. Thank you. I've got another one in here, hold on. Sorry. Zo. Sorry, I'm filming. Okay. Ik heb dus 3 pakjes gekocht. Kleine, grote, zware, 96 euro. Ik dacht zelf ondertussen, dit gaat gewoon tegen de 300 aanlopen. Maar ik ben zo benieuwd wat erin zit, want voor hetzelfde geld heb ik gewoon 96 euro aan shite gekocht. Wat was de schade? 55. 55. Hoeveel ging je ook weer uitgeven dat je dacht? 20, toch? Oh ja. Jij bent ook ongeveer dubbel. Ik ben ook ongeveer dubbel. Oké, we gaan met z'n 3 1 pakketje alvast uitpakken en de rest doe ik dan lekker thuis. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Pakketje 1. Ik ben heel benieuwd. Het is plat, maar wel een beetje bubbelig. Wat is dit? Het is ook helemaal vacuüm gesield. XL. Oh, dat is mijn maat. Ja, mijn ook. Barbie kostuum. Hoe maak ik dit open? Waarom is het vacuüm? Ik weet het niet. Oh, wacht. Ja, ja, ja. Ja, got it. Oké. Wat is dit? Is het voor je hond? Ja. Ah, oh, zo leuk. Het is voor mijn hond. Ja, want ik heb ook echt een hond. Yay. Ja, die heb ik niet. Nee, voor mezelf. Voor mijn baby in de toekomst. Ben je er dan blij mee? Ja, perfect. Ja, dit is echt 55 euro wel waard. Ja, ja. Ik zou zeggen zelfs 100, hè? Eigenlijk wel, ja, ja, ja. En volg Emma Goot voor meer geldtips. Ik wil deze gewoon vooral niet in mijn draagtas doen. Please, laat dit beter zijn dan een pakje voor mijn hond.
allemaal hetzelfde. Denk ik. Oké. Okay. Het ruikt heel erg naar plastic. Dit is een strandbol, hè? Strandbol. Ja. Wat is dit? Je auto overheen te doen. Ik weet het niet. Dit is een... een motorcover. Ja, dat denk ik. Oké, okay, er zitten dus aan de zijkant van dit soort dingen om. Ik heb 5 covers voor motors. Dus heb jij nou een motor? Bel me even. Ik ga deze unboxen en ik denk dat het platen zijn, maar ja, dat weet ik natuurlijk niet zeker. Dus ik hoop dat het Taylor Swift platen zijn. Maar van een band die ik niet ken. Ja. Misschien is het wel heel leuk. Dus ben jij nou heel erg fan van Kaismos? Dan DM me even, dan krijg je deze plaat van mij. Is dit jouw bedrag waard? Ja, een plaat is over het algemeen sowieso 20 euro waard. En ik heb er 2, dus dit is eigenlijk al 40 euro. Dus ja, het is het waard en dan hebben we er nog 2. Approximately 10 hours later. Nou, we zijn ondertussen een halve dag verder. Ik heb nog even door de regen gebanjerd, dus ik zie er niet meer uit. Maar ik heb nog 2 pakjes uit te pakken waar ik nog heel benieuwd naar ben. En ik had natuurlijk die motorcovers al uitgepakt. Net. Dat zijn dus deze. En die heb ik even opgezocht op Amazon. En die zijn dus 20 euro per stuk. En aangezien ik er 5 heb, betekent dat dus ook meteen dat ik mijn aanschafkosten er al uit heb als ik ze ook voor 20 euro kan verkopen. Yes! Hoef ik ineens motor voor te hebben. En dat maakt me ook extra benieuwd naar wat hierin zit. Ik heb nog 1 kleine, die is heel licht. En dit is een grotere en die is ook niet per se heel zwaar. Dus er is gewoon maar 1 ding te doen en dat is ze gewoon opensnijden. Nou, wat zit erin, jongens? Ik heb in ieder geval een hele hoop vulmateriaal. Oh, ik had nog zo geprobeerd om geen kleding te vinden, maar het ziet er toch uit als kleding. Waarom zit dat in zo'n grote doos, joh? Even kijken. Wat ben jij? Ik heb hier een... wat is dit toch? Wat is dit? Dat open de bag. Open de battery case. Take out the blower en twist off. Oh, niet. Niet waar. Wat is dit? Is dit nou serieus? Een opblaasbaar dinosaurus kostuum? In maat S, dus je moet het ook echt aandoen. Oh, ik ga dit proberen. Het is echt een kniebroek, dus ik denk bijna dat het voor kinderen is of zo. Wacht, ik ga mijn dochter halen. Oh, I know what it is. I know what it is. It's a dino costume. See, mouth. Shorty. Ja. Wij gaan even mijn dochter opblazen. What the hell? Nou, het is dus een opblaasbaar dinosaurus kostuum. Hier is de staart. Zo, kijk eens aan. Oh, jezus. Veeg me op, wat is dit? The dinosaur is eating me! Jesus Christ. Oké, okay. Ik heb even de scheur gemaakt die in het gatje zat. En nu staat hij nog verder omhoog. Let op. Try and catch me. Oké, dat ding is echt geweldig. Er is echt geen enkele manier waarop dit nog ons huis verlaat. Ik denk dat mijn dochter daar vannacht in gaat slapen. Jongens, dit zie je toch niet. Ook is dit 40 euro.
de allerlaatste. We hebben het geld er in ieder geval al uit. Nou, dit kan gewoon geen dino-kostuum meer zijn. Maar goed, dat dacht ik bij de vorige ook. Dus wat dat betreft... Oh, dit ziet er serieus uit. Oh ja. Ja, ja. Een enkel brace. Aircast. Het doosje is een beetje gehavend, maar hij ziet er heel profi uit in ieder geval. Het is een linkervoet medium. En medium wil zeggen maat 39 tot 42. De theorie kan ik die aan. Ik heb alleen geen enkel brace nodig. En dan ga ik even opzoeken hoeveel dit ding kost. Oh, jongens. Dit ding is gewoon €60. €60. Ja, hij ziet er ook echt wel profi uit, dus dat geloof ik ook wel. Nou, die ga ik ook meteen weer eventjes netjes opvouwen, want deze gaat zeker de verkoop in, want ik heb dit dus niet nodig. Alles bij elkaar hebben we dus een dino-pak. Heb ik 5 covers voor een motor af te dekken als die buiten staat en deze aircast. En het spreekt redelijk voor zich. Je doet je voet erin en je hebt een embrace voor je enkel. Met de laatste enkelbrace erbij komt de totale waarde van dit pakket op €200. Dus je zou zo kunnen zeggen dat dit het helemaal waard is. Maar er zitten natuurlijk producten in die je niet allemaal zelf gebruikt. Ik ga ze dus verkopen. En ik ben dan ook niet zo dat ik precies hetzelfde bedrag ga vragen als waar het voor op Amazon staat. Want dan kunnen ze het net zo goed daar bestellen natuurlijk. Dus ik denk dat ik voor de Aircast €40 ga vragen. Deze die zijn natuurlijk per stuk €20 op Amazon. En dat doe ik dan voor een tientje. En als ik dat allemaal verkocht krijg, heb ik zo'n €90 van de 100 terug. En oh, wat hebben we lol gehad. Voor een tientje. Wil jij nou zelf ook een leuk Amazon pakketje scoren? Of juist niet van Amazon, want dan zijn ze nog iets goedkoper. Dan staat het hele spektakel nog een dag of 3 op Hoogkaterijnen in Utrecht. Ik hoorde ook van die organisator dat ze wel van plan zijn om 1 keer in de maand of 1 keer in de 2 maanden zo'nzelfde evenement op een andere locatie in Nederland te organiseren. Of misschien zelfs wel op dezelfde locatie. Dus hou daar je ogen even voor open. En ze hebben een website, die zal ik hieronder even linken. Het is in ieder geval echt mega leuk om te doen. En is dit nou de beste bespaartip? Nou, niet als je het zo aanpakt zoals ik. Misschien als je heel veel kleding koopt. Want er stond een vrouw voor mij in de rij. Die had echt een hele tas vol met pakketjes waar waarschijnlijk allemaal kleding in zit. Daar heeft ze €65 voor afgerekend. Maar goed, het is natuurlijk wel even afwachten welke maat je gaat tegenkomen. Vergeet niet om even op de subscribe-knop te drukken voor meer hysterische content. En geef deze video even een duimpje omhoog voor het kostuum van mijn dochter.